We gaan naar het circuit, we gaan naar Nürburgring. Dus het wordt fantastisch, jongens. Dat is in Duitsland. Room service. Dames en heren, jongens en meisjes, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. En vandaag gaan we iets hartstikke leuks doen. Namelijk Dan. Wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Slapen. Nee, we gaan niet slapen. Naar het circuit toe. We gaan naar het circuit, we gaan naar Nürburgring. Dus het wordt fantastisch, jongens. Dat is in Duitsland. Dus ik heb er hartstikke veel zin in. Let's go. Kijk eens waar we zijn, jongens. Rotterdam, kop van Zuid. Want Danny gaat zijn eigen auto natuurlijk ophalen met de Lambo. Maar ik ben benieuwd of hij ook daadwerkelijk zeg maar ook echt gaat rijden. Hij heeft natuurlijk die Lambo net nieuw. Dus ik ben heel erg benieuwd of hij het circuit op gaat. Maar ik denk niet dat het een heel slim plan is. Maar goed, we zien het wel. Vorige keer wilde ik, we zijn al een keer bij Nürburgring geweest. En vorige keer wilde ik ook niet het circuit op. Want als jij je auto kapot rijdt, ben je niet verzekerd. Dus dat is gewoon, ja, best wel fucked up. Ik kon het toch niet laten en ik denk dat wij dat ik het deze keer ook ga doen. Maar wij gaan dus nu heen rijden. Het is nu 3,5 uur rijden. Dan gaan we daar slapen en dan gaan we morgen het circuit. Want morgen is de opening, zeg maar, gaat open. En Nürburgring is een van de gevaarlijkste circuits ter wereld. Omdat het heel erg smal is. Maar het is wel hartstikke leuk daar. En jullie gaan alles zien en ik ga jullie meenemen. Dus het wordt een hele leuke vlog. We zijn trouwens met z'n vijven. Namelijk ook Danny, Ruben en twee vriendinnen van ons. Die gaan gezellig mee. Dus het wordt een leuk weekendje. We blijven daar lekker slapen. We gaan lekker eten vanavond. Ik heb er helemaal zin in, jongens. En voor de autoliefhebbers, dan is dit helemaal een leuke vlog. Want er komen gewoon heel veel leuke auto's sowieso in de vlog. Er zijn heel veel BMW'tjes. Allemaal M2, M4, allemaal dat soort dingen. Nou ja, de Lambo van Danny natuurlijk. Dus het wordt leuk. Ruben, dit is heel fout. Zo, maat. Ben je toch met Danny op pad? Een Versace jasje. Ik ben met Danny op pad. Hé, hey, waarom geef je dit aan deze guy? Het ziet er gaaf uit. Het ziet er gaaf uit. Nou, ik moet zeggen, het staat eigenlijk nog niet eens heel verkeerd. Als ik zo het staat niet heel verkeerd. Kijk, daar zijn de meiden. Nou jongens, we hebben even tussenstop gaan even wat drinken. Even een koffietje halen. Ik zie het nu al, wat de fuck heeft Ruben aan? Ja, nee, ik vind hem nog wel hard. Je lijkt een beetje een gastje, een drugscrimineel eigenlijk nu. Hey Dan. Dan, heb jij een VIP-tafel gereserveerd? Ik heb een VIP-tafel gereserveerd met champagne. Nee. Kinderchampagne. Echt? En daarna gaan we in de ballenbak. Maat, heb je, Pik, weet je wat ik ga doen? Nou? Ik ga gewoon even... Hey, we gaan in de ballenbak. Weet je wat ik ga doen, Dan? Ik ga de ballenbak. Ik ga 20 Kip Nuggets bestellen. Wat dacht je daarvan, maat? 20? Sorry, heden. We zijn onderweg, dus dan hebben we eigenlijk geen andere keuze. 20 is veel, hoor. Ja, maar maat, boeien, gewoon flexen, maat. 20 is veel. Nee, jawel. Ik heb een goede maandsalaris gehad deze maand. Ga jij maar even lekker roken, vriend. Mag ik filmen dan? Ja, ga jij maar filmen. Hallo. Weet je hoe rijden? Kijk me voor. Motorsleutel. Heb dat niemand? Ruud, waarom zie je er zo fout uit? Vanwaar dit lookje? Kijk, ik was bij Danny in de kledingkast aan het kijken. Zag ik dit jasje hangen, want die valt best op. Ja, dat is wel een opvallend jasje. Ja, ook bij mij in de kleedkamer aan het kijken. Ja. Kleedkamer? Ik zeg kledingkast. Heb jij een kleedkamer? Ja, hij heeft wel een kleedkamer, ja. Met een douche en alles. Maar, leuk man, die bril maakt het ook weer helemaal af. Dit is een Ella gesponsord. Maar buiten? Ziek. Tak ook echt. Nou dat jongens, het was heerlijk. We zijn aangekomen in Duitsland. En daar mag je natuurlijk gewoon knallen over de weg. Maar ja, wat... Is natuurlijk niet zonder consequenties, want er moet weer getankt worden. En hoe duur is het hier? Zo, 2,50 hier. Het is hier niet goedkoper in Duitsland. Zo, zelfs duur. Ja jongens, geweldig dit. Fantastisch. Wow, yo. Maat. Hij was niet leeg, hè? Hij was helemaal niet leeg. Nee. 160. Hoeveel heb je erin gegooid? Hoeveel liter? 63. Zo, maat. Maat. Hey, wow, yo. Dat is wel echt een nadeel, jongens, van de tijd nu, hè? Dat gedoe met de prijzen. Het nadeel van die auto. Hey, wat hebben jullie net gehaald? Hoeveel hebben jullie gehaald? Ja, ik ga niet zo hard tegen. Kijk. Live influencer. Ja, hij is gewoon heel erg trots. Lifestyle influencer, Danny van den Berg. Jongens, het is al donker en we staan eventjes bij een tankstation. We moeten nog maar 10 minuutjes rijden en dan komen we bij het hotel aan. Dus ik ben benieuwd hoe het uitziet. We zijn aangekomen in het hotel. Let you got them here. Yeah! Uit, man. Ja, ik ben er helemaal we klaar mee. Een drankje nodig, denk ik. We gaan even een bar zoeken en dan gaan we even lekker een drankje doen. En dan gaan we morgen pas het circuit op. Maar jongens, het leuke is, zeg maar, we staan dus nu in de garage bij Nürburgring. Nürburgring is best wel een uniek circuit, zeg maar. En overal staan lijpe auto's. Hier, dit is ook vet. RSQ3. Wow, Mazda. Kijk deze BMW met het vleugeltje. Hier allemaal van die getunede bakkies. Wauw, jongens, kijk eens even. Wat een leuke kamer. En ik ben natuurlijk benieuwd naar het uitzicht. Is er uitzicht überhaupt? Hallo. Wow, yo.
Hoe doe je dat? Wacht. Hey! Wajo! Hey, wat chill, maar. Oh, dus wat kut het dan zeg maar hier? Jawel, dat is juist goed. Oh, ik kan even onderdoor. Het is ja, dit is gewoon niks. Oh nee, Danny, gaat Danny weer kloten? Gaat hij weer kloppen vanavond? Oh, jongens, wat een uitzicht, hè? Dat is niet normaal. Room service? Ja. Goeie jaar, Jan. Goeie jaar, Jan. Kijk dan, dit is zo lelijk wat dit daar. Kom hier dan. Wow, yo. Ja. Dit is van Ella. Oh. Broer, kijk dan, ik heb twee bedden. Nee. Bedden. Kijk eens even hoe lekker een drankje doen met mannen. Oh, lekker zeg. Maar ze hebben hier ook een wellness. En dat klinkt eigenlijk best wel lekker. Zo, ik ben lekker op de kamer en ik ga heerlijk slapen. Morgen gaan we het circuit op en ik ben benieuwd. Ik hoop niet dat ik mijn auto kapot ga rijden. Ik hoop ook niet dat Danny zijn auto kapot gaat rijden. Maar er is ook een ringtaxi, dus dan kan je zeg maar in een Lambo Performante of een GT3... ga je zeg maar naast een coureur, ga je er ja, gewoon erbij zitten en die gaat dan ja, fucking hard over het circuit. Is misschien ook vet om te doen, maar we zien het wel. Morgen een hele leuke dag, dus ik zie jullie morgen. Hallo. Goedemorgen jongens, moet je eens eventjes kijken. Nog steeds niet zo heel veel uitzicht, maar gewoon standaard Duitse bergjes. Een mooi uitzicht daar, of niet? Oh, dat zag ik niet eens. Hey, wojo. M4, Dick? M4, ja. Dan? Ben je wakker, maat? M2. Ja, zie jongens, ik ben nog niet helemaal wakker. Oh. Dan, heb je lekker geslapen, vriend? Ik wel, jij? Ik heb ook goed geslapen. Was je niet wakker van de auto's? Jawel, ik hoorde, er rijdt ook een Porsche GT3. Ik weet niet of het verhaal of Porsche winkel is. Er is de... Ja, het schakelt een GT3. Je hoort dit. Zo jongens, dat geluid is hard. Je werd gewoon wakker van het, zeg maar, het geluid van het circuit. Want zeg maar, door die bergen heen en maar daar zo loopt het circuit. Bentley. Ja jongens, wat ik gisteren ook al zei, voor autoliefhebbers is dit een hele leuke vlog, want er komen alleen maar auto's en auto's en auto's en Danny. Oh, lekker zeg. Een heel ontbijtje, man. Ik ben echt blij, man. Goeie brug. Ik ben echt blij, kijk, mijn jasje nog steeds. Ja, een vieze jasje aan. Nee, dat is de act voor deze vakantie. Ja? Deze weekend. Goed hoor. Nou jongens, gaan we lekker een ontbijtje pakken. Het is boer. Gehaktballetjes, worstjes, kippenvleugeltjes en dat als ontbijtje. Ja, wat een genot zeg. Oh, is goed hè. Goed. Zo jongens, ik hoorde net ook al zoveel auto's toen je in je bed lag. Ik heb er echt heel veel zin in. Maar we gaan eerst even goed eten. Lekker eitje met bacon en een sappie. Hey, het is been. Toch... Bacon. Het is toch leuk, het voelt als een soort van vakantie. Dit is ook vakantie. We zijn gewoon in Duitsland. We zijn op vakantie. We're in Germany. We hebben dit ook gisteren echt helemaal last minute besloten van kom, we gaan gewoon naar Noorwegen. Ja, een beetje wel. Ja. Ja, nou, leuk. Het wilde al een tijdje natuurlijk, hè? Ja. Als dan Danny weer met zijn auto... Vorig jaar waren we hier ook geweest. Met nog een iets groter groepje, met nog het broertje van Danny. En ook vrienden van de broer van Danny. Maar nu zijn we met z'n vijfjes. Gezellig. Zo, deze is ook hard, hè, jongens. GT3 RS. Fakkie ziek. Mooie kleur ook. De kanonnetjes gaan weer op stap. Ruben gaat met de meiden in mijn auto. En ik ga in de Lambo samen bij Danny. We gaan nog niet gelijk het circuit, maar we gaan eerst gewoon even lekker rondrijden. Een beetje naar vette plekjes kijken waar je, ja, waar je leuk uitzicht hebt op het circuit. En dan misschien vanmiddag gaan we erop. Volgens mij had ik het vorige keer niet eens gevlogd dat we hier waren. Maar het is hier echt heel erg leuk. Het is een soort van hele community. Dus echt alleen maar mensen met die van auto's houden komen hierheen. En die gaan dan lekker, ja, lekker auto's kijken. Lekker racen op het circuit. Kijk jongens, hier is het circuit. Je ziet er allemaal auto's al heel langzaam rijden, want dit is het einde van het circuit. Maar ik heb toch wel, net als ik nu weer ben, heb ik toch wel zin om erom te gaan. Ik ja! Oh! Je begint over de kietelen dat je denkt, oh. Maar jij moet beloven wel echt dat je als je erop gaat, dat je rustig aan doet met de auto. Ja, maar dan moet je niet gaan rijden. Huh? Als je voorzichtig gaat rijden, moet je niet gaan rijden. Ja, kijk, je moet toch sowieso wel voorzichtig zijn? Je gaat toch niet... Hé, GT3. Ja. Zo, deze zijn ook fucking vet. Goh. Het leuke aan hier zijn is dat als je autoliefhebber bent, is het natuurlijk gewoon fucking geweldig. Overal dikke auto's, dikke Porsches, vette Mercedes'en. Jongens, ik ben aan het genieten. De meiden die mee zijn, die vinden het wat minder leuk. Die zijn een beetje bangig.
Maar snap ik wel, want we gaan natuurlijk wel de hele tijd hard rijden en zo. Maar altijd voorzichtig doen. Wel vet van die oude BMW'tjes allemaal, die gewoon heel erg knallen. Die zijn top hoor, die zijn echt top. Zo. Helemaal hard hoor. Porsche blijft wel echt het dikste geluid hebben, hè? Echt geluid altijd, ja. Oh. Hij is gek! Oh, het oude GT3 geluid, Dan. Heel dik. Die minietjes zijn volgens mij ook wel goed op het circuit. Dat zijn gewoon karts. Ja, dat zijn gewoon karts, die minis. Ik kom er weer in aan, hoor. GT3 RS, jongens, weer. Komt-ie. Nee, daar komt-ie. Wow, yo! Kijk, weet je, jongens, het is natuurlijk nooit leuk als hij hem uit de bocht vliegt, maar het zou ook wel vet zijn of zo. Ja, ja, dat is toch. Maar weet je, het is als je... Ja, nu je zit zo te kijken en soms bijvoorbeeld net als eentje, die ging helemaal slippen en dan denk je toch van, oeh, dat ging echt maar net goed. Oké, let's go! Allemaal Porsches! Dan, waarom rij jij niet mee? Oh, wacht, je hebt geen GT3 meer natuurlijk. Je bent nu Lambo-owner. Hier, er rijdt nu niemand meer op het circuit, dus het kan soms zijn dat iemand een klapper heeft gemaakt en dan moet hij dicht. Gelukkig ben jij er nog niet op, Dan. Nee, gelukkig niet. Ik weet nog, vorige keer dat we hier waren, maakte me elke keer zorgen, want toen was jij heel lang weg. En toen hadden we jouw live locatie. Ella gaat eraan. Hier. Op dit ding. Hij is open. Even trekken. Hij is niet open. Was leuk je gekend hebben, El. Ja. Jojo. Zo, kijk eens jongens, hier is het echt fucking druk. Allemaal van die mensen die allemaal met een stoeltje gaan zitten en zo. Wel gezellig. Zo, helemaal vol. Zo jongens, we zijn nu bij een bocht aangekomen. En dit is de bocht waar de meeste mensen eruit gaan. En vandaar dat deze mensen hier allemaal zitten. Allemaal mensen met leedvermaak. Dus, wij ook dus. Wij ook, ja. Hey Ruud, oh, ja? Ik zie zoveel mensen. Ik zie zoveel mensen kijken naar jouw jas. Die, echt zo, die zit echt zo van... Guy. Maar het is echt heel net fout. Justin Bieber nu. Valt overal op. Ja, dat is ja. Heel erg. Nou ja, ik val ook wel een beetje op met mijn kleurtje. Weet je wat erg is? Ik heb gezegd, ik doe op aan, dus ik kan hem nu niet meer uitdoen. Wow, 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 wow. Kijk jongens, dit kan er dus ook gebeuren als je de Neuburgring op gaat. We zijn hier nu bij Apex Taxis. Dan kan je zeg maar dus gewoon naast de coureur het circuit op en dan hoef je zelf niet te rijden, want het is best wel druk. Dus we moeten eventjes kijken of we erop gaan. Maar als we zo'n ringtaxi mee kunnen, dat is fucking dik. Zo, hier heb je dus ook ringtaxis. Bij de vorige waar we net waren was het altijd druk, want het is ook gewoon best wel druk hier nu. Dus het is allemaal vol geboekt. Maar weet je wat we proberen? We gaan het hier nog een keer proberen, maar hier is ook een kartbaan. Dus als we dus niet met de ringtaxi mee kunnen, dan gaan we gewoon karten. En als dat niet kan, dan zijn we lul en dan gaan we weer gewoon kijken. Yep. Of we moeten er zelf op gaan, maar ik vind het toch... Of. Ik weet niet, ik heb een beetje zo'n voorgevoel. Ik weet het ook niet. Oh, hier. Hey Dan, dit is je oude auto, maat. Maar dan in het wit. Kijk, met zo'n auto ga je dan het circuit op, naast de coureur. Mannen, we gaan in de M5 CS. Waarom is het eigenlijk elke ringtaxi die er staat, die heb jij gehad? De GT3 heb je gehad, ja. De M5 CS ook. Allemaal. Maar jongens, we gaan met z'n drieën, dus gewoon alleen met de mannen. De vrouwen die gaan hier mee. Maar ja, dat is wel leuk. Ik heb daar wel zin in. En het wordt gefilmd, dus dat is ook top. Jongens, dit is een van de domste dingen. Wat voor apparaten zijn. Het is een apparaat dat staat daar. Dan moet je dus een euro erin gooien en een 5 cent muntje. En dan krijg je dus, dan moet je dus gaan draaien en dan krijg je dus zo'n plat muntje. Nou, leuk. Ik dacht, ik moet het gewoon een keer hebben gedaan. Is het goed? Is het kijken? Wauw. dit is zo nutteloos iets. Nou Dan, dit moet je bewaren. En dan, nee, totdat ik een GT3 heb en dat we samen terug gaan naar Neuburg. Dit is ons geluksmuntje. Ja, tot ik een GT3 heb en dat ik hier met de GT3 ga rijden. Broer. Ga je hem bewaren dan? Ik ga hem bewaren, broer. Oké, beloofd. Beloofd. Nou jongens. Hey. Let's go. Heb je een beetje zin in? Absoluut. We zullen met een kaartje schudden worden. Ja, dat ga je wel hoor. Hij moet even drinken, weet je, hè. But we drive only, not sure. So it's GP2.
hard, hè? Holy shit jongens, zoals jullie aan de beelden zagen, het ging zo snel. Ik zat helemaal onder de indruk, zat ik zo te kijken in de auto. Maar elke keer in de bocht, dan lijkt het net alsof je gewoon eruit vliegt. Maar blijkbaar kan zo'n auto gewoon nog veel meer hebben. Kijk, als ik bijvoorbeeld soms zelf aan het rijden ben, denk ik zo van, oh, ik ga eruit, weet je wel. Maar het is niet normaal. En we hadden een hele chille instructeur, die zat ook gewoon heel chill, gewoon een beetje zo te rijden met de armpjes op het stuur. Een hele aardige meneer, was wat oudere man. Hij was echt tof. Dit was trouwens de auto waarmee we net op het circuit waren. M5CS. Maar kanon! Dan, het was gezellig. Ja, als wordt Jeroen boos als Lambert niet bij is. Ja. Dan. Ciao, wat gezellig. Goeie gezichten, schatjes. Ik zie je morgen alweer of zo. Danny, ik zie je wel alleen achterlaten hier. Dan. Jongens, we gaan weer terug naar huis. Doei! Uh-oh. Vielen. We zijn weer thuis aangekomen en Danny's bedje van donderdag ligt er gewoon nog. Maar ik mis hem gelijk. Ja, ik heb dat ook dus wel een beetje. Zeg maar, normaal gesproken zie ik Danny nu bijna elke dag. En nu hebben we hem achtergelaten in Duitsland. Zijn bedje ligt er nog. Want zijn broertje die kwam ook naar Noorbergen. Dus hij bleef nog eventjes een nachtje samen met zijn broertje. Nog vrienden van zijn broertje. Dus dat is hartstikke gezellig. Maar wij zijn lekker thuis na 3,5 uur rijden. En ik ben er klaar mee. Ik ga lekker mijn bedje in. En lekker een filmpje kijken, want ik ben moe. Dus ik zie jullie morgen. You. We hebben een hartstikke leuk weekend gehad en ik heb zondag en maandag gewoon even wat minder gefilmd. Ik dacht, ik ga eventjes rustig aan doen. Ik voel me ook niet helemaal top. Ik heb weer getest op corona, ik heb het weer niet. En ik heb nu even nieuwe hooikoortspillen gehaald. Dus het gaat al een stukje beter, maar ik weet niet wat ik de laatste heb. Ik heb af en toe de bek opeens weer, voel me niet lekker. Maar goed, vond je nou een leuke video? Laat dan een blauw duimpje achter. Vergeet natuurlijk niet te abonneren en dan spreek ik jullie later.